Hennos Asmeloos, gefeliciteerd. Die eerste keer in de basis en dat ging goed. Ja, dankjewel. Ja, in het begin was het een beetje zoeken. Maar ik denk dat we ons als team ook perfect hebben hersteld in de tweede helft. En ik zelf denk ook wel, ja. Jij zegt een beetje zoeken, maar ik denk dat de mensen die deze wedstrijd hebben gezien kunnen concluderen dat jij het prima deed. Vanaf het begin eigenlijk. Het ging op zich wel goed, vond ik. Ook mijn eigen spel was op zich wel redelijk. Alleen ik weet wat ik kan en in het begin kon het nog wel iets beter dan wat ik normaal kan. En mijn tweede helft, zoals ik net zeg, heb ik wel gewoon goed hersteld en goed mijn ding gedaan. Nu is dat ook niet zo gek, want je bent eigenlijk een middenvelder van origine. Ja, klopt. Daarom was het in het begin denk ik ook even zoeken, want ik heb een tijdje al niet op de rechtsbackpositie gespeeld. Ik speel ook voornamelijk gewoon nu op het middenveld. Ik ben ook een middenvelder. Ik heb af en toe wel in de jeugd nog op rechtsback gespeeld, maar ik speel nu voornamelijk op het middenveld. Dus was dat even zoeken in het begin. Hoe lang wist jij al dat als Tyrone Ebuwe toch niet fit genoeg was om te beginnen, dat jij daar zou komen te staan? Eigenlijk op de wedstrijddag zelf. De trainer kwam naar me toe en die zei van in de warming-up moet je even kijken. En is de kans groot dat je gaat spelen als Tyrone niet speelt. Dus ja, was ik erop voorbereid en wat je normaal altijd ook moet zijn. Dus. Het leek niet uit trainingen nog dat jij daar zou kunnen spelen? Ja, eigenlijk wel, want we trainen zeg maar. En je merkt ook aan de groep dat de groep wat kleiner wordt, blessures en iedereen verlast. En er wordt wel met je wat gesproken, maar vandaag heb ik eigenlijk definitief gehoord van dat de kans bestaat dat ik ga spelen. En dat moet lekker zijn, want ik zie al het hele seizoen toch wel met een glimlach, ondanks dat je niet speelt, geen minuten maakt, ook niet invalt, lopen. Hoe is het dan om nu toch te spelen en dat gevoel mee te krijgen? Ja, het is lekker. Ja, zoals ze zeggen, geduld is een schone zaak. Dus het was lekker om te spelen. En dit is waarvoor je het eigenlijk doet. En dat je ook nog met 3 punten naar huis gaat, is helemaal lekker. Verdiende overwinning? Vind ik wel, ja. Zeker. Je ging na 75 minuten af. Was je op? Ja, het tempo is wel iets hoger. Dus vermoeidheid sloeg wel toe, ja.